In nog geen 24 uur tijd hebben zo'n 170 inwoners van Lienden de petitie al ingevuld om pakketbezorger Jan te behouden. Dat het dorp de pakketbezorger steunt, doet hem veel. Dat doet mij heel veel. Ik krijg er af en toe koude rillingen van. Ja. Maar toen ik het ook hoorde van de baas dat ik hier weg moest, toen slapeloze nachten wel. En daarom startte Gietje een petitie om Jan te steunen. Hij moet hier gewoon blijven. Hij mag gewoon echt niet weg. Hij bezorgt altijd netjes en alles netjes op tijd. Hij is niet te beroerd om een stapje verder te lopen. Dus top kerel. Het zijn hele lieve mensen hier en ik kom hier ook graag. Dus ja, ik wil hier niet weg. Vechten tegen een groot bedrijf, hè. Ja, dat is het. Zo voelt het? Ja, zo voelt het wel, ja. Ja, wat de hogere hand beslist, valt niet gauw om te draaien. En dat stelt de pakketbezorger dus voor een dilemma. Want door de groei van PostNL valt Lienden niet meer onder het distributiecentrum in Elst, maar zullen de pakketjes in Den Bosch moeten worden opgehaald. En in geval van Jan, betekent dat Jan woont in Elst, kan op zijn fietsje hier naar ons depot, maar dat Jan een reistijd van een uur heen en een uur terug minimaal heeft naar Den Bosch. En Jan maakt de keuze om in ieder geval te zeggen, dan rijd ik vanuit Elst, maar dan wel een andere route. En dus zal Jan, ondanks de petitie, nog tot november pakjes bezorgen in Lienden, maar wel met alle plezier. Altijd nog. En als ik naar een ander dorp ga, dan doe ik het ook met plezier. Ja. Maar liefst in Lienden. Liefst in Lienden. Ik wil er niet weg. Nee.